Frank Anthony van Alphen, de schrijver van boek De Kaaischouwers, een hard leven aan de Waal, gaat nu ook een film over de Kaaischouwers maken. Hij is op zoek naar bewegend beeld uit het interbellum en van kort na de Tweede Wereldoorlog. Rob Jaspers, bekend van de Gelderlander, steunt van Alphen in zijn zoektocht. Het verleden van de plek is het cadeau van de plek, zeg ik altijd. En als je hier in de Waalkade staat, dan is dat nu een prachtige recreatieplek. Je ziet hier machtige luchten, je ziet schepen voorbij komen. En vanaf de Waalkade hier kun je ook zo de Ooipool ontduiken. Dus het is voor recreanten top. Maar ooit was deze Waalkade een plek van bloed, zweet en tranen. Hier werd volop gewerkt. De Waal is eeuwenlang de aanvoerroute geweest van goederen voor de stad Nijmegen. Hier werd geladen en gelost. En de bedrijvigheid in die Waalkade was enorm. Hier zaten de handelsbedrijven, de horeca, de hotels. We hadden het veerpont, zelden rust, zorgde altijd voor beweging op die kade. De Waalkade was gewoon een spannend gebied. En het was een van de belangrijkste werklocaties van Nijmegen. Kun je je bijna nu niet meer voorstellen als je recreant hier over de kade liep. En in de eerste helft van de vorige eeuw had je hier zelfs aan de kade nog de elektrische tramremise, de elektriciteitscentrale en de papierfabriek van Schutschuller. Nou bedenk, als je nu over die kade loopt, dan zie je een ontspannen sfeer. Je gaat op een terrasje zitten drinken, een pilsje. Je bent dat werkverleden kwijt. En ik vind dat werkverleden in de Waalkade moet je blijven herinneren. Dat mag niet weggestopt worden. En daarbij past dat verhaal van die kaaischouwers. De mensen die laden en losten, dat waren de mensen van de onderstad. En dat is ook dat werkverleden vertelt ook de geschiedenis van de stad. In die onderstad, daar woonden de arbeiders, de arme kant van Nijmegen. Aan de bovenkant, daar woonde het rijke deel van Nijmegen. En die kwamen elkaar eigenlijk nooit tegen. En kinderen werd soms zelfs verboden om naar die onderstad te gaan. Nou, als je dat weet, het verhaal van de plek is het cadeau van de plek. Hier zie je dat, hier werkte aan die kade die ploeterende kaaischouwers, laden en lossen. Het waren dagloners, nooit zeker van vast loon. Schorrimorrie werd het genoemd. Die mensen herinneren, dat is een mooi cadeau. Die mensen neerzetten met een kaaischouwersbleed, dat brengt weer de geschiedenis terug op die kade. Dat moet je ondersteunen, dat ondersteun ik. En het zou fantastisch mooi zijn als je dat ook nog in allerlei beelden vast kunt leggen van hoe die kaaischouwers hier opereerden, maar ook aan al die andere plekken langs die rivier. Een herinnering die je moet vastleggen, een herinnering die het cadeau is van de plek en dus ook voor alle Nijmegenaren. De speurtocht gaat niet alleen naar bewegend beeld van Sjouwers uit Nijmegen. Gezocht wordt naar historisch filmmateriaal van deze groep van losarbeiders in heel Europa. Mensen die filmmateriaal hebben, kunnen dat opsturen via dekaaischouwers.nl.